Ja, ik heb tijd. Lieve, lieve Leon. Hallo daar bij de radio. De collega's van papa zijn zo blij dat jij er bent. Ja. Blij en bezorgd ook. Ja. Want, ik moet eerlijk zijn, hè. Ik wist dat er nog iets ging volgen. Ja. Want Leon, wij kennen jouw papa. Dus daarom toch een korte handleiding namens alle collega's van papa. En nee, we bedoelen niet David Guetta, want dat is niet echt papa's beste vriend op het werk. Ook al zegt hij van wel. Want Leon, je zal soms met vragen zitten, hè, waarop wij nu al een antwoord hebben. Je zal je afvragen, is papa misschien kalmer op zijn werk? En dit is het antwoord. Oh, we moeten toch echt nieuwe stoelen hebben in die studio. Je zit zo hoog. Ik zit veel te hoog en ik krijg je niet meer naar beneden. Ik word er zoet van. Oh, Maarten krijgt hem niet meer naar beneden. Dat zijn zo van die momenten dat mensen tegen mij zeggen, maar hou je toch kalm, het is man. Maar ja, zij toch kalm? Ah! Leon, schrik niet wanneer papa je naam raar uitspreekt. Hij zal je noemen of maar wees gerust, dat is ook zo op papa zijn werk. En als het straks repeat wordt, dan hoor je James Archer morgen opnieuw bij Sam en Heidi. En Heidi. Hey, dat is ook zo in papa zijn eigen programma. Draaien we een nummer, een geweldig nummer om mee te zingen in de auto, echt genieten. En Dorothee gaat er van naar het wc. Dorothee gaat er van naar het wc. Dorothee. Lieve Leon van Quali, je papa heeft je ook niet bepaald een cadeau gedaan met zijn achternaam. Een internationale carrière kan je nu al vergeten. Vraag maar aan zangeres Alex Hepburn. Hi, my name is Alex Hepburn and you're listening to the hottest radio DJ in Belgium. Martin van Quali. Van Quali. Van Quali. Martin van Quali. Martin van Quali. Quali. Ja. Of vraag het aan Gavin DeGraw. Van Quali. Is that right? Van Quali. Cool. Leon, er zullen momenten zijn dat papa doet alsof hij je niet hoort. Ook al ben je duidelijk hoorbaar. 9 uur het nieuws met Jasper. De terreurdreiging kost de transportsector intussen al meer dan 3 miljoen euro. Jasper, we horen je niet. Kan? Wel? Jawel, ja? Ik hoor hem. Oké, okay. Ik hoor hem niet in mijn hoofdtelefoon. Maar Jasper, sorry. Ik doe maar gewoon verder. Ik ga opnieuw beginnen. Leon, vraag nooit of het goed weer is buiten, want voor papa is dat alweer een aanleiding om te beginnen rappen. Ondertussen is het alweer 7:05. Het is nu wel de moment om het weer mee te geven. Het wordt zo'n 1 à 2 graden hier in Vlaanderen en gedurende de dag gaat dat niet veel veranderen. Wie houdt die dingen bij? Leon. Ja, jouw daddy DJ die maakt soms remixen voor de radio met opvallend weinig tekst in. Dat weten we allemaal. Maar wees daar toch trots op. Papa kan er niet aan doen dat al zijn remixen bestaan uit één woord. Zoals de naam van een actrice in Familie bijvoorbeeld. Ja. Jackie Lafont. Ja, dat ben ik dus, hè? Ja, dat is de stem van jouw papa. Ah. Of zoals bij de remix van K3. Altijd maar één woord. Voilà, Leon. Hou je goed, voel je welkom als er problemen zijn. Wij zijn er voor jou. Ah ja, toch nog één ding. Wat? Leon, als papa een boekje bijhoudt met rare kinderuitspraken die je doet, weet dan dat tante Dorothee ook zo'n verzameling heeft. Je vindt ze allemaal op Twitter, als dat nog bestaat als je dit hoort, onder de hashtag random uitspraken van Maarten met parels zoals... Maar ik nies gelijk de zweren, hè, in hun elleboog. Mijn neef heeft daar gewoond. En natuurlijk... Vind jij dat tof dat ik hoog nies? Want ik kan ook mannelijk niezen, ze. Altijd over niezen. Ja. Waarom zijn al die uitspraken over niezen? Ja, en oh, niet te vergeten deze random uitspraak van jouw papa. Ik ga hier toch niet alleen water en wijn drinken, zeker? Ik zie Jezus niet, hè. Dankjewel, Dorothee. Alsjeblieft. Zo, Leon, het was onze korte handleiding. Sorry, Leon, het lijkt nu alsof de collega's papa soms wat plagen. En dat is ook zo. Maar weet dat we bovenal blij zijn. Blij dat jij vanaf nu in ons team zit, Leon. Oh. Ja. En we zeggen het nog één keer met alle DJ's samen in koor. You make us cute. Sorry. Allee, Maarten, te laat, hè. Allee, gaan we nog eens doen, hè. You make us cute. Oh, allee, merci. Dat doet wel pak mij, jongens. Dag, Leon. Dank je wel. Dag. Staring at two different